Je kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. Op de satellietfoto's amper bewolking te zien. Alleen boven Duitsland trekken wat wolkenvelden rond. Die kunnen het Noordoosten nog bereiken. Overigens is het daar de eerste uren nog wat nevelig of zelfs mistig. En het duurt wel eventjes voordat die mist is opgelost. Vanochtend temperaturen rond de graad of 10, maar uiteraard wel oplopend. En vanmiddag wordt het dan uiteindelijk 16 tot 18 graden. De zon schijnt over het algemeen uitbundig. In het noordoosten misschien nog wat wolkenvelden. Neerslag is niet aan de orde en er staat een matige oost- tot noordoostenwind. Vanavond hebben we helder weer. Temperaturen dalen snel naar een graad of 10. En de wind neemt in het binnenland wat af. Komende nacht langs de inwaarts. Mogelijk voorstaande grond met een minimumtemperatuur van 3 graden. Morgen dan geleidelijk meer bewolking, maar het blijft nog wel droog en de temperaturen bereiken 18 of 19 graden. De wind gaat in de loop van de dag draaien. Aan het eind van de dag is de wind zuidelijk. Dan zondag nog een rustige dag met temperaturen tussen de 17 en 19 graden en een zwakke tot matige zuidelijke wind. Maandag en dinsdag is de kans op regen groter, maar de temperatuur verandert niet, of nauwelijks. Ik ben Marco Verhoef van Weerplaza.nl.